Ik ben Fuan. En ik ben Joep. En de komende tijd nemen wij jou mee in de wereld van de infratechniek. Bij Heijmans. Heijmans, ja, is gezien. Tadaa, Heijmans. Verkeerstechnieken. Ja. En we gaan even een kijkje nemen hoe alle verkeersmaatregelen worden geplaatst. De mobiele rijstrooksignalering gaan we straks zien. De pijlwagen zien we, de botsabsorber zien we. Nou, volgens mij heel veel met heel veel lampjes. Ja, het is een beetje kerstpalm 2.0, heb ik het idee, of niet? Vind je niet? Ja, ja, maar goed, alles, de veiligheid gaat voor natuurlijk. Ja, veiligheid gaat voor. Dus het is nu 8:45. Kwart voor negen. Volgens mij begonnen we om 9:00 ging de eerste dingen ging de weg op. Oh, vertel. Nou, we staan op de A77. Ja. Straks. Nee, niet de A77. Dat is de A73, toch? Nee, dat is de A77. Nee, kijk, de A73 links, staat hier voor 3. Oh! Zometeen daar, waar nu het pijltje, twee groene pijltjes gaan staan, komt zometeen op de linker rijstrook 1, zoals ze dat noemen, komt een kruis. Dan kunnen de wegwerkers kunnen de rijbaan dichtzetten, zoals dat heet. Ja, en komt er een auto met alle afzettingen. We hebben net de mobiele rijstrooksignalering gezien, de MRS. Ja. Daar stond eerst de groene pijl op. Daar is daarna een rood kruis met de snelheidsmaatregel. Klopt. Dan worden die streps dan uitgelegd. Ja. Dan wordt dat die kader neergezet met die pijl op de achtergrond. Die we daar zien. Paul, wat ben je en wat doe je precies? Oorspronkelijk verkeerskundige bij Heijmans. Ja. En op dit project VOC ook uitvoerder. Ja. En ik begeleid eigenlijk de verkeersmaatregelen van begin tot einde. Dus, okay. Wat voor opleiding heb je daarvoor gevolgd? Hoe ben je nou uiteindelijk gekomen tot waar je nu staat? Ik heb de NATV gedaan in Breda. Ja. Daar heb ik verkeerskunde gestudeerd. En vanuit daar, na 4 jaar, heb ik een diploma gehaald en toen ben ik bij Heijmans begonnen. Ja, het mooiste eraan vind ik bij Heijmans is, je bereidt iets voor en het komt ook daadwerkelijk op de weg te staan. Maakt het dat leuk in de nachtwerk, in het donker, wanneer er bijna niemand meer op de weg zit, behalve de wegwerkers? Het maakt het vooral gevaarlijk. Oké. Ja, mensen rijden veel harder, mensen zien veel minder. Ja. En dat is wel echt het punt waar we... dan waar je komt kijken. Nee, ja, we gaan het gewoon afsluiten. We willen jullie weer bedanken voor het kijken. We zien jullie graag over tweetal weken weer terug bij een volgende vlog. Het is nu 10:50 en we sluiten de vlog af om 10:50. Op de A73. Op de A73 80.3 links.